Woensdagmiddag zijn ter hoogte van Bad Lihiem een dubbeldekker en een personenauto in de sloot beland. Op de smalle weg kwamen beide voertuigen met elkaar in botsing. Daarna belanden beide wagens naast de weg. De Britse dubbeldekker, een Bristol Lodekka uit 1966, was voor onderhoud in Bad Lihiem. Normaal wordt het bijzondere voertuig gebruikt als gastenverblijf op een Belgische camping. De bestuurster van de personenwagen raakte bij het ongeval licht gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De buschauffeur bleef ongedeerd. De weg werd afgesloten tot de auto's geborgen konden worden.